Ik was me aan het aankleden en op dat moment ging de bel van de voordeur. 6:30 ochtends. Dus ik liep naar beneden en ik zag de buurman, die een eindje verderop woont, een beetje ongemakkelijk voor zijn huis staan kijken. En ja, het voorgevoel wat ik al had, werd sterker. En ik deed de deur open en we hoefden niks te zeggen, maar de buurman zei enkel, ik heb heel slecht nieuws voor jullie. En toen werd het duidelijk wat we al vrezen eigenlijk, dat Yannick een ongeluk had gehad. Het ongeluk gebeurde een paar honderd meter van ons huis. Dus we zijn onmiddellijk in de auto gestapt. En toen we daaraan kwamen, werden we door de politieman tegengehouden. En zagen we de mensen van de ambulance de sloot in gaan waar hij terecht was gekomen. En toen kwamen ze zachtjes weer de sloot uit. Dat beeld zie ik nog steeds voor me. En hoofdschuddend dat het te laat was in ieder geval. Wij wisten gewoon niet wat ons overkwam. Wij wisten gewoon niet wat er gebeurde. En gevoelsmatig dacht ik ook steeds van ja, dat kan dus geen waar zijn. Men zegt wel eens van, ik had het gevoel een hoofdrol te spelen in een slechte film. En dat is ook zo, ja. Hoe was Yannick? Ja, hij was heel vrolijk. Ja, hij ging ook graag naar de voetbal met zijn vrienden stappen. En ja, hij was echt een leutmaker. Hij was net geslaagd voor zijn eindexamen. Er stond al een tent in de tuin. Ja. Er zou een feest komen. Zaterdag zou hij met zijn neef Robert een geweldig feest geven. Het bier was al tot plafondhoogte opgeslagen, zeg maar, in de garage. Dus de tent versierd en alles stond er klaar voor. Hij had 's ochtends nog, die woensdagochtend nog al zijn vrienden en al zijn gasten uitgenodigd van het is gelukt en zaterdag gaat het door en ja, niks in de weg. Zou je denken, maar zo zien maar dat het toch niet altijd zo kan zijn als het zou moeten zijn. We zijn nu op de plaats waar het ongeluk is gebeurd. En we hebben daar een steen laten zetten. En zoals je kunt zien, staan er elke dag bloemen bij. Ja, het is een herdenkingsplekje waar je soms met z'n drieën, soms alleen, naartoe kunt lopen. Het is een plek die vlak bij onze woning ligt. En ja, als je zin hebt om om even met hem te praten, of even aan hem te denken, of met z'n drieën, of inderdaad alleen, dan wandelen we hier graag naartoe. Ik ga soms ook zelfs te voet of per fiets ga ik hier wel eens naartoe als het niet goed gaat met mezelf. En dan doe ik gewoon een praatje met Yannick en heb ik soms het gevoel dat hij er ook is. Wij dartelden eigenlijk vroeger al door het leven en waren ons erg bewust van de leuke dingen van het leven. En we hebben er nu ook van geleerd van elke dag genieten, niet wachten. Van elke dag genieten en ook eens een keer benoemen dat je het zo leuk vindt. En ook eens tegen iemand zeggen. Dat je het aardig vindt, dat je het leuk vindt, dat je gewoon het leven met alle kleine en grote dingen een beetje mooi probeert te maken.